een stap doen, hè? Pap, kan ik een stap doen? Ik ga het sneller niet uit. Dat was het al van de tijd. Ik geloof dat Martijn is wel van de Wouter. Dat is een midden naar Wouter. Zoef, die pas was toen eerst bij van bam, boem. Dat was echt die gasten stonden. Als ik zo sta en hij komt, dan moet ik achter hem aan gaan hangen. Ik was de arm zitten, dan moet ik een beetje van doen. En dan heb je twee punten en dan sta je wel op de penalty. Dus altijd schuin tegenover hem gaan staan, op zijn schotarm. En één arm op zijn schouder, op zijn elleboog als hij hoog komt met zijn arm. En één arm op zijn heup. Ja, want als ik hem zo heb. Daar ga je heen. Ah ja, die hebben we.
plus 2. Want als ik naar voren spring, dan de eerste dan krijg ik een ander blok van de verdediging, althans als ik erin sta, zeker. Twee, ik heb geen tijd om te kijken wat ik hier doe. Ja? Dus probeer het zo te accepteren als je op de training dit soort dingen doet, of voor de wedstrijd, bij de handen, thuis op de trap, wat zou het uit? Maar probeer je dat te oefenen. Ja, dus iedere keer hoog springen. Je krijgt de bal, je gaat hoog springen. Ja, want dan heb je tijd om te kijken wat de training doet. Je let er nog mee? Ja, dat moet ik niet zo hard zien. Ja, als je 26 keer gooit, is het goed. Maar zoals deze keer is het niet goed. Echt mooi. Ja, wat ik wil. Ja? Ik ben met je eens natuurlijk vaak doet. Deze toevallig, ik zie niet of jij dat geeft. Thank you.